In Marokko wonen veel meisjes in geïsoleerde dorpen in onherbergzame gebieden. Studiemogelijkheden en welvarendheid zijn daar onbereikbaar ver weg. Voor wie echt gemotiveerd is en het het hardst nodig heeft, is er in Marrakesh een springplank naar een beloftevolle toekomst. Bij het huis van de toekomst, de letterlijke betekenis van Dar Mustaqbel. Welkom in ons studentenhuis. Dar Mustaqbel is een veilige haven voor 80 meisjes die hier een paar jaar samenleven, allemaal kunnen studeren en zich ontwikkelen tot jonge vrouwen met goede vooruitzichten. Bij Mustaqbel kunnen ze zich volkomen concentreren op hun universitaire en hogeschoolstudies en extra onderwijs volgen in Frans en Engels. Er zijn ook verschillende bijlessen en iedereen neemt deel aan computertrainingen en inspirerende ontmoetingen met wetenschappers, ondernemers en docenten. Dit is Saida. Ze bezoekt haar ouders in haar geboortedorp waar de middelen beperkt zijn. Haar ouders staan volkomen achter haar en zijn trots dat zij onder de vleugels van Mustaqbel werkt aan een mooie toekomst. Dunia neemt haar vader mee naar een oriëntatiegesprek. Ze hopen samen dat er komend schooljaar voor haar een plekje is bij Mustaqbel. Hafida is deze ochtend onderweg naar haar universitaire studie informatica. Mariama en Fatima doen Engels en chemie. Hennen studeert rechten, loopt stage op dit notariskantoor. Samia en Noura hebben hun eerste zenuwachtige stagedag bij een plaatselijk radiostation. En deze drie huisgenoten zijn beloftevolle stagiaires in het gerechtsgebouw. Faikal is de grote stageregelaar en banenspecialist. De studenten koken in teams elke dag zelf, onder leiding van chef Nezha. Nejet is de steun en toeverlaat voor iedereen in het huis. En in het huis is ook alle tijd en aandacht voor algemene ontwikkeling. Le Caravane de l'Orientation is een belangrijk programma van Mustaqbel om andere jonge vrouwen ver buiten de stad te informeren over de studiemogelijkheden. De bewoonsters van Dar Mustaqbel beleven hier een leuke, leerzame en fijne tijd. En zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Dit is Fatima, een van de afgestudeerde studenten. Yes, I work as a teacher. Very proud. En ze is in geweldig alumni-gezelschap. Inmiddels zijn er al 150 afgestudeerden. Steun de toekomstdromen van onze studentes.